in een land hier ver vandaan, heel erg lang geleden. Daar waar sprookjes nog bestaan, vol met goede feeën, staat een prachtig mooi kasteel, een wonderschoon paleisje. Kom, dan gaan we op bezoek en maken we een reisje. En prinsessen, mijn naam is Archibald en ik ben de kroonbewaarder van de koning. En ik ben zo enorm blij dat jullie hier allemaal vandaag gekomen zijn. Het is namelijk een hele bijzondere dag. Want vandaag wordt de prins gekroond tot de koning van Sprookjesland. En daarom geeft hij een heel erg groot feest. Hebben jullie zin in een feestje? Nou, dat klonk nog niet zo heel erg enthousiast. Hebben jullie zin in een feestje? Nou, dat komt heel goed uit, want de prins geeft niet zomaar een feest, maar een koninklijk bal. Hooggeëerde gasten, vanavond is het bal, waarop de koning hier gekroond zal worden zal. Hij is moedig en rechtvaardig en is weer een onderband, maar hij is vooral heel aardig voor zijn volk en vaderland. Niet te gierig, niet te gek, hij zit hier op de juiste plek, de beste die je wensen kan, dat is prins Victoriaan. Want vandaag wordt hij de koning, zal hij zitten op de troon. Want vandaag is het de kroning, daarom draagt hij deze kroon. Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het al, dit is de dag. Dan staan ze schitterend voor de deuren. Alle meisjes uit het land schreeuwen om de prins zijn hand. Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het al, dit is de dag. Dan openen de deuren. Elke bediende en lakei gaat weer vlug aan zijn karwei. Vanavond is het al. Ik heb er lang van liggen dromen, maar het wachten is voorbij. De grote dag is nu gekomen, de kroon die komt nu vrij. Deze dag is echt te gek, hij zit hier op zijn juiste plek. Dan zit hij op zijn gouden troon, met op zijn hoofd een mooie kroon. Hier heb ik nog van zijn dromen, maar het wachten is voorbij. De grote dag is nu gekomen, de kroon die komt nu vrij. Dan zit hij op zijn gouden troon, met op zijn hoofd een mooie kroon. Vanavond is het al.
hoogheid, hoogheid, wat fijn dat u er bent, zeg. Alle prinsen en prinsessen waren al op u aan het wachten. Oh, wat zijn het er veel, Archibald. Dag, lieve prinsen en prinsessen. Welkom op mijn paleis. Archibald, hoe staat het met de voorbereidingen voor het bal van vanavond? Oh, voortreffelijk, hoogheid. Voortreffelijk. Alle belangrijke mensen hebben al een uitnodiging mogen ontvangen. Het zilver is gepoetst, de rode loper is gestreken. De paarden zijn al ingespannen. En Archibald, waar is mijn kroon? De kroon. De kroon. Archibald, ik maak toch maar een grapje. Jij hebt toch de kroon aan de goede vee Fabiola gegeven? Oh ja, natuurlijk. Wat stom, dat had ik natuurlijk. Dat wist ik natuurlijk zelf ook wel. Hè. De Fabiola die geeft de kroon een speciale koningsspreuk, zodat u wijs uw wensen kunt vervullen. Nou, precies, Archibald. Ja. Zeg, en waar mag zij dan wel blijven? Ik heb geen idee eigenlijk. Hebben jullie al een goede vee gezien? Oh, nou ja, ze moet hier ergens in de buurt zijn. Nou weet je wat, ik heb een ideetje. We gaan er gewoon met z'n allen roepen. Oh, dat is een goed. Ik tel tot twee en dan roepen jullie allemaal Fabiola. Fine. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik. Oké, daar gaan we. 1, 2. Fabiola! En nu op je allerhardst. 1, 2. Fabiola! Oh, daar is ze! Fabiola! Ah. Ja. Daar ben ik weer, hallo! Doe je ogen dicht en tel tot 3. Doe je allergrootste wens. Want een beetje tover fantasie zit diep in ieder mens. Met een hele grote gulle lach en een flinke boos geduld. Ik ben de goede tovervee, Fabiola is mijn naam. Ik woon hier in dit luchtkasteel tussen de sterren en de maan. Heb jij een wens? Vertel het mij als jij je ogen sluit. Wie bent u? Ik ben Fien. En ik ben de machtigste tovenares uit heel Sprookjesland. Wat komt u hier doen? Nou, ik hoorde dat jij vanavond gekroond wordt tot koning. En dat alle belangrijke mensen uit Sprookjesland zijn uitgenodigd om te komen. Nou, mooi niet. Huh? Ik ben helemaal niet uitgenodigd. Nou, het is... Oh, hou je mond, oliebol! Ik heet Archibald. Nou, als ik vanavond niet op dat feest mag komen, dan gaat dat hele feest voor jullie ook niet door. Ali, Bali, Rana, da! Wat? Oh. Mijn kroon! Waar is mijn kroon gebleven? Wat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt op je feest? Alsjeblieft, tover mijn kroon terug. Ik doe alles wat u maar wilt. Alles? Nou, vooruit dan maar, vooruit. Ik tover jouw kroon terug. Op één voorwaarde. Ik geef jou een opdracht die nog nooit iemand eerder heeft vervuld. Ga op pad. En breng naar mij 1. Het schoentje zo zilver als glas. 2. De appel zo rood als bloed. 3. Een kam voor magisch haar. 4.
Een roos van 100 jaar. Breng mij deze spullen voor middernacht. En jouw opdracht is volbracht. En dan ben jij degene die ik beloon met een echte koningskroon. Yes. Ali, Bali, Radada. Oh, Archibald, dit is verschrikkelijk. Wat moet ik nou doen? Nou, hoogheid, we moeten de 4 opdrachten vervullen voor middernacht, zoals Fien zegt. Maar dat gaat ook nooit lukken. Sprookjesland is veel te groot. Dat duurt dagen voordat we die spullen hebben gevonden. Hoogheid, ik heb de oplossing. Ja, ik kan u helpen. Maar hoe dan? Nou, met de spreuk die ik net geleerd heb. Doe je ogen dicht en tel tot 3 en doe je allergrootste wens. U hoeft alleen maar te denken aan het sprookje waar u naartoe wilt. En dan telt u met de prinsen en prinsessen tot 3. En zo komt u bij het juiste sprookje. Maar let wel op, het werkt alleen als iedereen meedoet. Als iedereen meedoet? Oh, ja. Oh, prins en prinsessen, willen jullie ons helpen alle sprookjes te vinden? Oh, gelukkig. Heel veel succes, hoogheid. En tot vanavond op het bal. Dankjewel, goede vee. Dag. En tot straks. Oh, hoogheid. Wat was die eerste opdracht nou toch ook alweer? Die eerste opdracht. Ga op zoek naar een schoentje zo zilver als glas. Maar waar vind ik nou een schoentje zo zilver als glas? Ja, in welk sprookje zit er nou een glazen muiltje, hè? Weten jullie dat, prinsen en prinsessen? Assepoester natuurlijk! Assepoester! Oh, dankjewel! Oké, we gaan naar Assepoester toe, maar dan wil ik dat iedereen gaat staan. Ook op de tribunes, ja. Ga allemaal staan. Help mee, jongens, ook daar links en daar rechts. En dan doen we onze ogen dicht en dan denken we allemaal aan het sprookje van Assepoester. Oké, we gaan tot 3 tellen, daar komt hij. 1, 2, 3! Maar Archibald! Die toverspreuk werkt niet. Oh, dat komt denk ik dat nog niet iedereen meedoet. Alle papa's en mama's moeten natuurlijk ook meedoen, hè. Dus kinderen, zeg allemaal tegen je papa's en de mama's en de opa's en de oma's dat ze ook mee moeten doen. Anders werkt het niet. Mijn kroon, ik moet mijn kroon terug. Ook goed zo, hoor. Oké, we gaan het nog een keer proberen. We sluiten onze ogen en we denken. 1, 2, 3! Hey, Assepoester! Oh, dag Archibald. Hi. Oh, hallo prins. U had ik nog niet gezien. Assepoester, we hebben dringend jouw hulp nodig, want de kroon is gestolen. Oh nee. Een gemene tovenares heeft hem weggetoverd en we krijgen hem alleen maar terug als we 4 sprookjespullen terugvinden. Oh, wat erg. Dus daarom heb ik 1 vraag aan jou. Ja? Zouden wij jouw schoentje mogen hebben? Mijn schoentje? Ja, jouw schoentje, Assepoester. Wil je ons helpen, alsjeblieft? Oh, natuurlijk. Maar wilt u dan ook iets voor mij doen? Ja, natuurlijk. Zeg het maar. Ik zou heel graag met u willen dansen op het bal. Met mij willen dansen? Ja. Nou, ik kan helemaal niet zo goed dansen, hoor. Vast wel. Stel je voor dat ik ga naar het grote bal in een koets met een echte lakei. Stel je voor dat de prins mij dan vragen zal Assepoes dans vanavond met mij. Het lukt vast wel. Ja? U moet het alleen leren. Ja. Doe mij maar na. Oké. Doe je handen in de lucht en doe je handen naar beneden. Draai een keertje in het rond, ja doe maar met me mee. Zet een stapje naar voren en een stapje terug. 1 keertje langzaam en 1 keertje vlug. Draai een keer met je heupen, ja dat doe je goed. Zo heb je geleerd hoe je dansen moet. Oh, wat nou zo leuk zou zijn is dat alle prinsen en prinsessen met ons mee gaan doen. Ja, inderdaad, het gaat toch goed? Maar ga allemaal maar staan en doe maar mee. En nog leuker als ook de papa's en de mama's lekker mee gaan dansen. Ja, met z'n allen inderdaad. Een groot feest. Daar komt-ie. Doe je handen in de lucht. Hoger. Goed zo. En doe je handen naar beneden. Lager. En draai een keertje in het rond. Draaien. Zet een stapje naar voren en een stapje terug. 1 keertje langzaam en 1 keertje vlug. Draai een keer met je heupen, ja dat doe je goed. Nu heb je geleerd.
Assepoester, dit was toch eigenlijk wel heel erg leuk? En u bent stiekem ook wel een hele goede danser. Oh ja, vind je dat ja. echt? Dank je wel. Hoogheid, het schoentje. Ja, Assepoester, mogen we dan nu alsjeblieft je schoentje? Oh, maar natuurlijk. Oh, Archibald, het is het schoentje. Geweldig, nu hebben we de eerste opdracht. Tot vanavond, mooie prins. Dag, Assepoester. Hoogheid, we moeten door. Ja, we moeten door. We moeten naar de tweede opdracht toe. Wat was dat ook alweer? Oh ja, het was iets met een appel, zo rood, van rood als bloed. Oh ja, maar in welk sprookje kunnen we dat nou vinden, hè? Eens even kijken. Wat zeggen jullie? Sneeuwwitje! Natuurlijk, Sneeuwwitje! Wow, goed zo! Oké, prins en prinsessen, we doen allemaal weer onze ogen dicht en we denken aan het sprookje van Sneeuwwitje. Sneeuwwitje. Daar gaan we. 1, 2, 3! Hey, oh, hey. Hallo, jongens! Wat leuk om jullie te zien! Geweldig! Dat is geen idee. Ik ken een hele dansje, wat er met me mee. Ik leer het jullie allemaal in een minuut of twee. Ja, twee. Het is een hele leuke en makkelijke dans. Ja, ja. Wanneer je het wilt leren, kom maar op en grijp je kans. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. 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 Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Oh, Sneeuwwitje, wat is dit leuk, zeg. Ja, maar weet je wat nog veel leuker zou zijn? Als alle prinsen en prinsessen ook meedoen. Ja. Dus ga maar lekker staan en klap maar mee. Het is gewoon geweldig. Ik zie een hoop talent. Ik denk dat bijna iedereen dit dansje nu wel kent. Ja, ja. Nou, ik vind het allemaal wel een beetje vluchtig gaan. We doen het dansje nog een keer, maar we beginnen rustig aan. Ho, schouders, knie en teen, knie en ja, goed teen. Zo. Ho, schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Ho, schouders, knie ja. en teen. Ja. Nou, nee hoor, Sneeuwwitje, eet hem zelf lekker op. Nee. Dit is het appeltje wat we nodig hebben, Sneeuwwitje. Zouden we dat appeltje van je mogen krijgen? Oh, maar natuurlijk, Archibald. Alsjeblieft. Nou, dankjewel, Sneeuwwitje. Graag gedaan, lieve prins. En als je nog trek hebt in een appeltje, dan weet je me te vinden, hè? Kom, Mick, we gaan de afwas doen. Ik wilde eigenlijk niet gaan spelen. Dat is een beetje bedankheid. Dit is helemaal geweldig. We hoeven nog maar twee opdrachten te vervullen. Wat was de volgende opdracht ook alweer? Oh ja, we moesten een kam vinden voor magisch haar. Oh, een kam voor magisch haar. Maar in welk sprookje heb je nou een kam voor magisch haar? Even kijken, in welk sprookje hebben we een kam? Weten jullie dat, prinsen? Hè? Rapunzel, natuurlijk, Rapunzel. Oh. Oké, prins en prinsessen, daar gaan we weer. We gaan weer allemaal onze ogen dicht doen en bedenken aan het sprookje van Rapunzel. Daar gaan we. 1, 2, 3! Hey, ik zie helemaal niemand. Oh, maar Archibald, volgens mij moet Rapunzel wel ergens in de buurt. Weet je wat? Ik vraag het daar bij deze toren. Wat moet dat? Ik was net bezig. Ah, kijk eens aan. Daar hebben we ons prinsje weer. En lukt het met je?
opdracht. Nou, hartstikke goed. Wij hebben al 2 voorwerpen gevonden. Voortreffelijk. Dus nog maar 2 te gaan. Maar mag ik nu weten waar Rapunzel is? Want ik heb haar nodig voor de kam. Oh, nou, dacht je echt dat het jou zo makkelijk zou vergaan? Ik heb Rapunzel opgesloten in een hele hoge toren. En ik heb de deur op slot getoverd. Zelfs de sterkste reus krijgt hem niet open. Oh, maar dat is oneerlijk. Nee, dat klopt. Maar wel heel slim van mij. Oh, zo slim van mij. Oh, Archibald, hoor je dat? Ja, natuurlijk. Oh, maar we moeten Rapunzel vinden. Kom, we moeten naar haar op zoek gaan. Ja. Rapunzel! Rapunzel, waar ben je? Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel, waar ben je? Als ik mijn ogen sluit, zie ik hem staan. En in mijn mooiste droom hoor ik zijn stem. Met zijn mooie bruine ogen in het licht van de maan. Nee, het is echt niet gelogen als ik zeg: ik hou van hem. Precies als in mijn dromen, hoe hij kijkt en hoe hij lacht. Dat met dit is overkomen, dat had ik echt niet verwacht. En nu weet ik zeker dat ik mij echt niet vergis. Dat hij mijn droomprins is. Ik blijf voor altijd op hem wachten. Ook al duurt het 100 jaar. Hij blijft in mijn gedachten. Ik heb slapeloze nachten. Ik zal van hem blijven dromen. Eerlijk waar. Als ik mijn ogen sluit, zie ik hem staan. Hoogheid! Hoogheid, waar bent u nou toch? Hoogheid! Hoogheid! Oh, dan zal je net zien, ben ik de prins ook nog eens kwijt, zeg! Wat? Oh, hé, hey. Rapunzel! Hallo, Archibald! Oh, wat ben ik blij om jou te zien! Ik heb je hulp nodig! Oh, ik wou eigenlijk net jou om hulp vragen. Nou ja, misschien kunnen we elkaar wel helpen, hè? Archibald, luister goed. Het is verschrikkelijk. Fien heeft mij opgesloten in deze toren. Ze heeft de deur op slot getoverd. En nu kan ik vanavond niet naar het bal van de prins. Oh, die vervelende Fien ook altijd. Ja. Nou, Rapunzel, ik ga jou helpen, hoor. Prinsen en prinsessen, weten we allemaal nog wat de goede fee heeft verteld? Rapunzel. Ja? Waar wil jij heel graag heen? Oh, nou Archibald, dat zal ik je vertellen. Ik wil heel erg graag uit deze toren. Dat ga ik samen met de prins en prinsessen voor jou regelen, hoor, Rapunzel. Prinsen en prinsessen, wij gaan allemaal denken dat die deur open moet. Oké, jullie weten hoe het gaat. Sluit allemaal je ogen, allemaal. En denk aan dat die deur open moet en dan tellen we tot 3. 1, 2, 3. Archibald en prinsen en prinsessen, wat fijn. Hartstikke bedankt. Om jou te bedanken, Archibald, heb ik iets voor je meegenomen. Oh, de kam, de magische kam. Oh, dank je wel, zeg Rapunzel. Nou, ga maar snel naar het paleis toe. Hé, maar ga jij niet mee dan? Oh, ik kom er zo aan, hoor. Ik moet nog het een en ander even afronden hier zo, hè. Oké, dat is goed. Dag, Archibald. Dag allemaal. Dag. Tot zo. Oh, prinsen en prinsessen, dit is fantastisch. We hebben nog maar 1 sprookjes-item nodig. Oh, maar wat was dat ook alweer? Oh ja, dat was een roos van 100 jaar oud. In welk sprookje heeft ze een 100 jaar oud? Wat zeggen jullie? Door een roosje, maar natuurlijk. Oh, we gaan naar Door een Roosje toe. Denk allemaal aan het sprookje van Door een Roosje. Doe je ogen dicht en we tellen tot 3. Daar gaan we. 1, 2, 3. Oh, Door een Roosje en ze ligt te slapen, wat lief. Oh, Door een Roosje, wakker worden. Door een Roosje, wakker worden.
Oh, ze wordt niet wakker. Wat zeggen jullie nou? Een kusje geven? Nee, maar dat durf ik helemaal niet. Oh, moet dat echt? Oh nee, ik durf het niet, ik durf het niet. Oh, ik denk dat ik hulp nodig heb. Nou vraag ik me af, is er misschien in de zaal een hele stoere papa die mij kan helpen? Dat zal toch wel zijn? Oh, ik zie daar een hele stoere papa. Oh, papa. Wilt u ons helpen, alstublieft? Komt u maar even mee. Oh jee, oh jee. Kom maar. Oh, dat vind ik wel te gek dat u dat doet hoor, papa. En ik had al uitgelegd, hè? Alleen kussen, alleen kussen. Komt u maar mee. Oh, nou ja. Hier ligt ze, komt u maar staan. En dan tel ik tot drie. En dan zou ik het heel graag willen dat u haar wakker kust, ja? 1, 2, 3. Oh, ze wordt wakker. Dank u wel, stoere papa. Dank u wel, dank u wel. Oh, het lijkt wel alsof ik een week geslapen heb, zeg. Nou, maak daar maar 100 jaar van, hoor. 100 jaar? Ja. Heb ik 100 jaar geslapen? Doornroos? Oh. Maar Archibald, dat is fantastisch. Dan hebben we de 4 opdrachten vervuld. Ja. Doornroosje. Ja, eindelijk, prins. Alle sprookjespullen zijn nu compleet. Ja! Yeah! Oh, zo. Dus de sprookjesprins heeft alle sprookjespullen gevonden. Nou, ik moet zeggen, dat had ik niet verwacht, Oliebal. Ik heet Archibald. Zoals u ziet, heb ik een schoentje zo zilver als glas. Hmm? Een appel zo rood als bloed. En een kam van magisch haar. En als laatste een roos van 100 jaar. Ik heb u alle voorwerpen gegeven. Mag ik dan nu mijn kroon terug? Nee. Hé, maar dat is niet eerlijk. U had het beloofd. Ja, maar ik mag toch nog steeds niet op dat feestje komen? Nee. Oh, jawel toch, prins? Bij deze bent u uitgenodigd voor het bal van vanavond. Oh, toch echt waar? Oh, yes. Ja, je kan wel yes zeggen, maar de kroon moet teruggetoverd worden. Oh, ja. Ja, dat is goed. Dat kan ik namelijk met een hele bijzondere toverspreuk. Maar die werkt alleen als iedereen meedoet. Oh. Dus, jongens en meisjes, willen jullie mij helpen? Kom allemaal staan. Kom staan, mams en mamas mogen ook gerust meedoen. Deze toverspreuk is heel speciaal. Dus ik leer hem jullie allemaal. Luister goed naar wat ik jou vertel. En je leert die spreuk heel snel. Ik begrijp alleen nog niet zo goed wat er nou precies gebeuren moet. Ik heb werkelijk nog geen idee. Maar ja, oké, ik doe al mee. Oh, heel goed, Archibald. Jongens en meisjes, gaan we met z'n allen. Doen jullie mee? Daar komt ie, hè? En 1, 2. En 1, 2, 3, 4. 4 keer klappen. 1, 2, 3, 4. 3 keer blazen. 2 keer springen. En spring, en spring. En een hele harde gil. Gillen. Ja, 4 keer klappen. En 1, 2, 3, 4. 3 keer blazen. Want met deze toverspreuk tover ik alles wat ik wil. Ha! Het gaat al beter dan de eerste keer, maar het moet toch wel een beetje meer. Dus we doen het nog eens allemaal, met de hele zaal. Oké, jongens, meisjes, papa's en mama's, kom allemaal staan. Ja, op tribune ook. Die kant ook. Iedereen die hier zit, kom gerust staan. Ja hoor, ja, ik zie het heus wel. Ja, kom staan. Hier ook staan. Iedereen staan. Allemaal staan, papa's en mama's, op tribune. 4 keer klap.
feest gewoon doorgaan. Ja, de kroon is gevonden en alles is op zijn pootjes terechtgekomen. En dat hebben we aan jullie te danken. Applaus voor jezelf. En zoals jullie weten, zoals alle sprookjes eindigen, ze leeft nog lang en... gelukkig! Ze leven nog lang en gelukkig, en daarom vieren wij het feest van de schuit. Ze leven nog lang en gelukkig, dag en tot ziens, het sprookje is uit. Oh. Kom, die stoel is uit, doe je handen hoog, zwaai ze heen en weer met een grote boom. Dat is reuze goed, doen we nog een keer. Handen in de lucht, zwaai ze heen en weer. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jongens en meisjes, er is een einde gekomen aan het ABAS Sprookjesconcert 2015. Er is zometeen nog een meet and greet buiten. En we hopen dat jullie het leuk hebben gehad. Ik zou zeggen, bedankt voor het komen en tot de volgende keer. Ze leven nog lang en gelukkig. En daarom vieren wij het feest van de schuit. Ze leven nog lang en gelukkig. Dag en tot ziens, het sprookje is uit. Tot de volgende! Tot de volgende! Tot de volgende! Abonneer nu op het Julianatoren YouTube-kanaal, druk daarna op de bel en dan mis je helemaal niks.